Een hele goede morgen en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag en ik heb vandaag een leuke dag op de planning staan. Ik heb mijn make-up er al helemaal op zitten, mijn spulletjes zijn gepakt en dan ga ik zo meteen met Kiki een aantal foto's maken. Ik heb al een superleuk jurkje aan, daar ga ik mee beginnen. En dan heb ik in de tas hierachter heb ik nog wat outfitjes liggen die ik ook nog wil gaan shooten. Dus die gaan jullie straks allemaal zien. Ik zal jullie in ieder geval laten zien wat ik nu aan heb. En dan rijd ik daarna naar Kiki toe en dan zien jullie mij daar weer. Ik draag een zwart jurkje. Een helemaal zwart jurkje die hier wat wijder uitloopt. En deze jurk is van de H&M. En daar draag ik dan zo dadelijk die slippertjes onder. En dan gaat deze tas dus mee met al mijn andere outfitjes om te gaan shooten. Dus ik zie jullie zo. We zijn nu in Best. Dit is dus Kiki. Hi. Haar Instagram is @kikijans. Laagstreepje? Nee, laagstreepje. Laagstreepje. @ Kiki Jans. Dat is. En er is hier in Best een of ander evenement van Cool Best. Cool Best, ja. En er is sneeuw. En aangezien het vandaag 34 graden is, hebben wij zin om af te koelen. Is dat lekker? Ja. Dus wij gaan lekker in de sneeuw. Dus, ik heb al mijn spullen bij. Kiki heeft een hele koffer bij. En we gaan eens even kijken wat hier allemaal te doen is. Nou, waar zijn we? In de sneeuw. Het sneeuwt in bed. We hebben het eerste rondje Best gehad en we zitten nu weer in de auto. Ik heb me ook even omgekleed. Het is echt super heet buiten. Ik kreeg mijn shirt niet eens aan. We zweten ons eigen helemaal kapot. Ik heb nu een crop top aan. En een flare broek. En dan gaan we eerst weer even een stukje rijden om te kijken waar we nu foto's gaan maken. Nou, we zijn nu in Eindhoven en we staan bij de Igloo lichttoren. Hier staan onze spulletjes. En dit is de outfit die ik aan heb. Ik heb een flare broek aan van de Bershka is die, geloof ik. En een crop top. En die is ook van de Bershka. En je zonnebril? Die is van Eli Mix. Dus kan ik foto's maken. Nou, we staan nu aan de andere kant van de iglu, van de lichttoren. Vol in de zon, dus het is hier echt bloedheet. Ik heb een ander shirtje aan van de Bershka. Een rokje, ook van de Bershka. En een andere zonnebril van Eli Mix. En dan gaan we hier nog eventjes foto's maken. We zitten weer in de auto. We hebben heel wat foto's gemaakt, maar het is bloedheet. Ja, het is echt niet te doen, hè. Ze zijn er allebei helemaal klaar mee. We hebben wel genoeg outfitjes gedaan. We kunnen wel weer een paar dagen door. Ik heb net nog eventjes hier een paar foto's gemaakt met dit armbandje. Die is van Yolora. Glinstert heel mooi. En nu gaan we in de auto terug richting huis. Lekker airco aan en dadelijk lekker zwemmen. Nou, inmiddels ben ik alweer lekker thuis. Het is 4 uur en ik heb een lekker comfortabel pakje aangetrokken. Zit iets beter dan het spijkerrokje wat ik net aan had. Ik ga nu nog eventjes een paar foto's maken, close-ups van de armband, van dit horloge en van de zonnebrillen die ik had ontvangen. Zodat ik die ook op Instagram kan zetten. En dan ga ik daarna lekker eten. Ik heb net eventjes wat foto's gemaakt. Van die zonnebril heb ik ook een superleuke foto gemaakt met mijn hond. Ik zal hem even laten zien. Ik heb hem gemaakt met mijn camera en daarna een foto van mijn camera gemaakt met mijn telefoon. Dus die showt mijn zonnebril. Nu heb ik net mijn pizza in de oven gedaan, dus even wachten tot die klaar is. En dan ga ik lekker eten. Ik denk dat ik zo meteen na het eten toch zelf nog wel eventjes in het water jump. Want het is best wel lekker. En het is ook best wel heet. Nou, mijn pizza is klaar. Ik heb lekker een pizza champignon. En ik weet niet of ik de enige ben, maar ik vind het altijd super lekker om melk te drinken bij mijn avondeten. En ik heb ondertussen een vlog aanstaan van Josh V. Dus ik ga even lekker eten. Haar op een knot. Bikini aan. Tijd om te plonsen. Een hele goede avond. Het is inmiddels 10 uur
En ik heb niks meer gevlogd nadat ik gezwommen heb. We hebben nog even buiten gezeten. En ik ga zo even lekker douchen. En daarna nog een afleveringetje van Orange is the New Black kijken. Staat een nieuw seizoen op, dus die zijn we nu aan het kijken. En dan gaan we lekker slapen. En ik denk dat ik zondag de camera er weer bij pak. Maar dat weet ik nog niet zeker. Dus jullie zullen zien wanneer ik weer terug ben. Slaap lekker. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag en het is al 12 uur. We hebben afgesproken om met vrienden van ons lekker te gaan lunchen. Dus dat gaan we zo meteen doen. Ik neem mijn camera niet mee, maar ik zal wel proberen te filmen met mijn telefoon als ik eraan denk. We zijn al helemaal klaargemaakt. Ik moet zo meteen nog eventjes iets anders aan gaan doen thuis. En dan gaan we richting Gelderop en daar gaan we lekker lunchen. Dus ik zie jullie straks. Een hele goede avond inmiddels. Het is alweer 8:30. Ik heb vandaag niks meer voor jullie gevlogd. We hebben lekker 3 uur op het terras gezeten. En daarna ben ik nog even langs opa en oma gegaan. En daar heb ik ook gegeten. En inmiddels ben ik denk ik net een uurtje thuis en heb alvast gedoucht. Zometeen lekker alvast in bed gaan liggen. En dan ga ik vanavond in ieder geval op tijd slapen. Want morgen is het weer tijd om te gaan werken. Ik ga bij deze wel de vlog afsluiten. De vlog is nu van 2 dagen. Van de woensdag en van de... Nee... Van de vrijdag en van de zondag. Vond je de video leuk? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn YouTube kanaal. Zodat je in ieder geval op de hoogte blijft van al mijn video's. En dan zie ik jullie in een nieuwe video weer. Slaap lekker.